Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Twan Boerdonk en namens de afdeling Sportparticipatie hebben wij een aantal korte webinars voor u voorbereid. Eh, met betrekking tot een stukje ledenbehoud. En vandaag gaan we het hebben specifiek over het thema trainingsprogramma's. Bij mij zit Jan van Opstal. Jan, welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, Jan, oud-voorzitter van Golf op de Dommel en misschien ook wel uh, geestelijk vader van uh, het bekende Pyramide uh, trainingsprogramma op de Dommel. Um, fijn dat je vijf tips met ons wilt delen vandaag. En nou, Laten we starten met de, met de eerste tip. Nou ja, geestelijk vader van de piramidetraining, dat is wel heel veel eer. Want uh, dat is een traject wat je met elkaar doet. Uh, de eerste tip die ik zou willen geven is eigenlijk een open deur. Mensen komen naar een golfclub om te golfen. Dus alles wat je doet, gaat erom dat je mensen bij elkaar brengt rondom de sport golf. Elke inzet die je kiest, moet daarop gericht zijn. In dat verenigen betekent ook dat je samen met technische commissie, wedstrijdcommissie. en een hele hoop andere mensen die veel kijk hebben op sport en op verenigen. praat over hoe je met dit soort trainingsprogramma's omgaat. Want het gaat namelijk niet over een trainingsprogramma, het gaat erom dat je je vereniging tot bloed brengt. zeg dus het, het programma was meer een middel en niet zozeer een doel op zich? Inderdaad. Het trainingsprogramma was erop gericht, in de specifieke situatie bij de Dommelweg groeide van 12 naar 18 hols. er kwamen zeer veel nieuwe leden bij. En in die periode moesten we ervoor zorgen dat die nieuwe leden zo snel mogelijk onderdeel werden van de club. En we moesten ervoor zorgen dat de zittende leden niet vervreemd raakten, omdat er heel veel nieuwe leden bij die club kwamen van dezelfde vereniging. Nou, de beste methode om dat te doen is ervoor te zorgen dat ze samen met elkaar spelen. En daar zijn een hele hoop dingen bij elkaar gevallen die uh, ertoe geleid hebben dat dat programma in onze club ongelooflijk bekend is en heel erg succesvol is geworden. Ja, je zei net, ik doe dat niet alleen, ik heb het niet alleen gedaan. Nee. Dus, dus je hebt een, soort, je hebt een beetje draagvlak gecreëerd binnen de club, waardoor ja. mensen het zijn gaan omarmen als, als, alsof het hun eigen programma is. Nou ja, het begint natuurlijk met de technische commissie. Ik heb met de technische commissie gesproken en aan hen verteld dat zij verantwoordelijk zijn voor de handicap van elk lid. Dat was voor hen niet zo vanzelfsprekend als dat je zou denken. Voor hen was het logisch om na te denken over de betere speler, de competitiespeler en vooral die spelers die we toch al hele ver op de club zagen. Ja. Mijn insteek was dat iedere golfer belangrijk is. Dus als club moet je voor. Elk lid belangstelling hebben en voor elk lid zorgen dat hij iets heeft waardoor het belangrijk is om dit te zijn voor je club. Ja. En daar past ook dit trainingsprogramma bij. We hebben dat concreet gemaakt door het competitiebudget op nul te zetten en die gelden plus wat extra te gebruiken om een financiële stimulans te hebben om aan dat trainingsprogramma mee te doen. Hebben daar groepen bij gevormd. Die groepen zijn door de professional ingedeeld. Dat was zeker voor nieuwe leden van belang. Want ja, die kennen nog niemand, dus om een groepje te vormen was voor hen natuurlijk lastig. Dus die zijn ingedeeld bij leden die al enige tijd lid waren en op die manier zijn ze heel goed onderdeel geworden van de club. Ja, exact. En dat heeft veel effect, want dan gaan ze samen spelen, tegen andere piramidegroepen spelen, Wedstrijdjes spelen. Uh, ze gaan meedoen aan wedstrijden, ze willen meedoen aan de competitie. Nou, je ziet dat daardoor een enorme impuls is gekomen op uh, eigenlijk alle activiteiten die de vereniging met zich meebrengt. Zo. Dus het is, het is uh, de TC, het zijn uh, de pro's, die worden allemaal betrokken in het, in het vormen van dit programma. Ja. Uh, en, en ook tot het, tot het succes maken van het programma, als het ware. Zeker. Waar. De, de pro's heb je natuurlijk nodig omdat die het programma uitoefenen. Die moeten snappen wat de filosofie achter het programma is. Maar die moeten vooral ook zorgen dat er een goede training gegeven wordt. De technische commissie moet nadenken over hoe je ook voor hoge handicappers een goed programma maakt. De wedstrijdcommissie moet ervoor zorgen dat er ook voor hoge handicappers wedstrijden zijn. Zodanig dat ze mee kunnen doen aan de activiteiten binnen de club. En je ziet dat gebeuren, de wedstrijden bij ons op de club zijn. Overtekend, zeker in deze tijden van corona. Maar er uh, doen regelmatig 140 man mee en dan kunnen er echt niet meer de baan in dan. Dus dat is wel een, uh, een effect wat daarin speelt. Je ziet het ook terug in het aantal competitieteams dat we hebben. Uh, dat is, ja, we kunnen bijna niet meer competitieteams hebben dan dat we hebben. Oké, okay, nou, dus we hebben ook tip 2 al besproken. Hè? Iedere ja. golfer is dus belangrijk ja. binnen de Dommel. Niet alleen maar die competitiespelers. Ja. Uh, gaan we door naar tip 3. Heel belangrijk is dat mensen plezier hebben in het spel. Als je beter wordt in het spel, heb je er meer plezier in. Als je er meer plezier in hebt, dan kom je vaker. Als je vaker komt, dan ontmoet je meer mensen, krijg je meer plezier en dat werkt als een ongelofelijke positieve spiraal. En dat zie je in alle dingen, zie je dat terug. Uh, om dat plezier te stimuleren heb ik net al aangegeven dat we een subsidie hebben gegeven voor het trainingsprogramma in het begin. Maar we hebben ook ervoor gezorgd dat de, de ballen op de drijvingrace gratis te nemen zijn. Tussen aanhalingstekens, want dat zit natuurlijk toch gewoon in de contributie. Dus die leden die daar geen gebruik van maken, krijgen dan ook te horen dat dat niet ontzettend slim is om niet te kunnen oefenen. Maar dat ze het wel doen, maken ze wel gebruik van datgene wat ze extra bijdragen aan die golvenballen. En we zien dat gewoon terug. Mensen komen ook naar de baan alleen om te oefenen. Ontmoeten daar weer mensen. Drinken dan een kop koffie of meestal een glas bier, want het is vaak aan het einde van de dag. En zo stimuleert dat elkaar enorm. Exact. Dus uiteindelijk worden, worden alle onderdelen van de, van de club worden beter benut. Ja. Door die cirkel meer plezier, vaker komen, beter golven. Nou, en die cirkel die willen we gewoon En, en dat, dat blijft zo doordraaien. Exact. En je ziet het terug, de gemiddelde handicap bij ons op de club is echt serieus gedaald. En uh, dat, dat zien we terug bij de indelingen, de, de, dus het sportieve klimaat is beter, het sociale klimaat wordt er beter door, dus het stimuleert echt enorm. Samen spelen, samen trainen, dat zorgt ervoor dat je die sociale cohesie in je club krijgt. Dus Zorg voor dit soort trainingsprogramma's. Zorg ervoor dat je een wedstrijdprogramma hebt dat interessant is om uh, mee te doen. Ik hoor wel eens op clubs dat de wedstrijden in de weg zitten, omdat mensen dan niet kunnen spelen. Dat vind ik op zich jammer, want zo'n wedstrijd is een ideaal moment om andere leden te ontmoeten. Uh, en daar rondomheen kun je bijna altijd spelen als je dat een beetje uh, goed communiceert wanneer de ruimte is. Dat loopt allemaal prima. Maar dat samen doen is enorm belangrijk. Daarmee krijg je ook een vulling van de commissies, want mensen zien ...dat het van belang is om bij te dragen aan die vereniging. En het bijdragen in een commissie geeft ook weer uh, een extra sociale cohesie. En zo versterkt dat zich allemaal. Belangrijkste en laatste tip is... ...doe in godsvredesnaam mee. En voor de leden die al actief zijn... ...doe het voor. Laat ze zien hoe het werkt. Nodig mensen uit om mee te doen. Maar doe enorm mee met de club. Als dat de cultuur is in je club... ...dan zie je dat dit soort programma's ook een langer leven beschoren is... ...omdat het onderdeel is van, ja, zo zijn wij. Dit is onze club, dit is in mijn geval dan de dobbel. Zo doen we dit soort dingen bij ons. En als je dat leuk vindt, dan ga je daar vaker aan meedoen. Vind je dat niet leuk, ja, dan, uh, dan haak je af. Vinden we dat jammer? Natuurlijk vinden we dat jammer, maar... Het belangrijkste is dat we leden hebben die het leuk vinden om in deze cultuur actief te zijn. Dus, dus jouw laatste tip was: doe, doe, doe mee en doe het voor. Ja. Um, de tip daarvoor, en die vond ik heel erg belangrijk, was: uh, doe het vooral samen. Ja. En uh, dat samen is, en daar ligt misschien ook wel het succes van de Dommel. Wat, wat uniek is aan de Dommel is dat het al een proces is wat jaren achter elkaar succesvol blijft: ja. is dat je het samen doet. Zeker. De deelnemers zijn de leden van de Dommel, ja. maar ook de dragers van het programma zijn ook de leden van de Dommel. En Zeker. dat is een continue proces. Continue proces. En er is niet één persoon die te koppelen is aan dat, aan dat traject. Het is een, veel, een veelvoud van aantallen mensen dat dat doet. Meer mensen zijn daarbij betrokken. Er zijn meer mensen die het als hun uh, idee ervaren, en dat is ongelooflijk belangrijk. Exact, exact, want ook het, het continu reageren op situaties die er ontstaan, um, ja, dat ligt natuurlijk ook bij de clubleden in dit geval. Zeker. En natuurlijk gaan er, als het heel succesvol is, gaan er problemen ontstaan. Uh, we, we hebben regelmatig discussies over het feit dat de driving range te klein is omdat je niet kunt trainen, want alle matten zijn vol. Uh, dat is wel eens lastig, maar ja, het is niet altijd vol, dus je gaat je trainingsfaciliteit niet daar zomaar op aanpassen. Dus je krijgt altijd ergens een, een grensconflict. Dat is het teken van succes. Je wil ze niet hebben, dus je moet dan wel als bestuur optreden en zorgen dat je dat uh, in goede banen leidt. Maar eigenlijk is het krijgen van grensconflicten, van belangenconflicten, een teken van succes. Ja, exact, exact. En dat is ook uh, het succes van het continuïteitsprogramma van, van de Training op de Dommel. Ja. Ja, en, en dat ook vooral dragen met elkaar. Zeker. Maar nogmaals, niet alleen de training, ook alle andere dingen die daarmee samenhangen. Het is een complex van factoren die daarbij draagt. En dan krijg je, zoals wij dit jaar hebben, meer dan 400 leden. Meer, bijna de helft van de club die, dat, die daar actief aan uh, meedoet. Dankjewel. Graag gedaan. Dank Jan. Uh, ik, word hier, uh, ik word hier heel erg enthousiast van. Ik zou nog uren met je, met je door kunnen, uh, kunnen praten, door kunnen discussiëren, naar jou kunnen luisteren. Ik hoop alleen dat de clubs en de banen wat hebben aan deze tips en hiermee aan de slag kunnen. Mochten er nog vragen zijn over dit specifieke onderwerp, kunt u mij altijd bereiken op twan.boerdonk.nv.nl